Volgende vraag die komt van Perry Wiertsema. Ik weet niet, Perry zit je toevallig in de zaal, zit ook thuis mee te kijken. Ja. Dat is ook een interessante vraag. Want hij vraagt dan, zijn de meeste ontdekkingen ontstaan door ingevingen of gewoon door hard werken? Nou, je hebt het eigenlijk al een beetje beantwoord, hè? Ja, nou, het is heel moeilijk te zeggen hoeveel er nou door wat zijn ontstaan. Maar heel veel ontdekkingen die zijn ontstaan door toeval. Serendipity noemen ze dat. Die kwamen niet gepland. Ja. Er zijn allerlei bekende voorbeelden van. Ik geloof dat de penicilline zo is ontdekt. Dat iemand had een petrischaaltje laten staan. En daar groeide wat schimmel op. En daaromheen deden de bacteriën het niet. Van. Hmm. Nou, moet je wel een wetenschapper zijn om te zeggen van... hé, hey, dat is interessant. Dus niet te zeggen van beschimmeld weg. Hmm. Maar van hé, hey, hoe zou dat kunnen? Ja. Gaan we eens even uitzoeken. En zo zijn heel veel dingen. Toevallig komt er iets op je pad... En dat kun je niet plannen. En daarom citeer ik graag ook, Toon Tellegen. Dat citaat van hem is van... Vandaag ga ik iets bedenken wat ik nog nooit heb bedacht. Ik ben benieuwd wat dat zal zijn. Dat is natuurlijk precies wat niet gevraagd wordt bij het doen van wetenschappelijke voorstellen. Wil je geld hebben? Oké, wat wil je gaan doen? Wat ga je ontdekken? Wanneer? Op welke manier? Hoeveel heb je nodig? Hoeveel tijd heb je nodig? Goed plan? Oké. Maar dat plan, dat spelen wij allemaal mee. Dat is geen probleem. Maar eigenlijk, hoe de wegen het wetenschap zelf kruipt... Die kruipt eigenlijk op een andere manier natuurlijk. Ja. Ja, ze zeggen wel eens ontdekkingen, dat is 10% inspiratie... 90% transpiratie. Ja, of dat is het, 99%, dat is het zeker natuurlijk. Want die inspiratie is wel heel belangrijk. Maar vervolgens is de bulk van je tijd ben je bezig... om te kijken of die ingeving goed was. Ja. Want iedereen krijgt altijd allerlei ingevingen. En zeker wetenschappers die hebben allemaal zo'n boekje vol met ideeën. Achteraf is wel 95% kan de prullenbak in. Ja. Maar die 5%, daar gaat het dan om. En je bent vervolgens bijna al je tijd ben je bezig met uitvogelen wat nu goede ideeën zijn. En dat moet met experimenten, met redeneren, met wiskunde. En dat is het grootste deel van de tijd natuurlijk. Okay. Nou, Perry, als je thuis meekijkt, gewoon keihard blijven werken. En vrijdagsmiddags tussen 2:30 en 2:55 heb jij je creatieve moment. Zo. Goed, tot slot. Odette Knappers, ook weer een questlezer. Hoe weet je of iets een geniale ontdekking is of grote onzin? We kunnen allemaal wel zeggen, wat een prachtig idee. Maar ja. Hoe meet je dat? Ja, dat is heel erg moeilijk. Ja. Dat is heel erg moeilijk. En vaak weet je dat pas na een hele tijd. Ik heb er eigenlijk ook al een voorbeeld van genoemd. Die onregelmatige kristallen. Iedereen zei van, wat heb jij nou? Weet je wat een kristal is? Een kristal is regelmatig. Dus als jij begint over onregelmatige kristallen... Dan ben je je baan kwijt. En achteraf bleek het toch... En daar zijn talloze voorbeelden. Maar het is heel moeilijk om dat te bepalen. En de tijd leert het meestal. Ongetwijfeld verdwijnen er wat geniale ideeën naar de prullenbak.
Dat is onvermijdelijk, maar er komen ook een heleboel waanzinnige ideeën op die nergens op slaan. Die moet je toch op een of andere manier die moet je weg zien te krijgen. Ja. Dus, en dat is het hele moeilijke van het bedrijf van de wetenschap, de peer review, beoordelen wanneer iets nu een goed idee is en wanneer niet. Ja, ja, want mensen die er destijds bij waren bij Jan Zane, dat was ook zo'n typische wetenschappers en natuurkundigen. En die had een artikel geschreven, echt heel lang geleden. En dat werd helemaal niet geciteerd. En ineens na 18 jaar schoot het omhoog. De Sleeping Beauties noemen we dat in de wetenschap. Dus een idee kan ineens veel later naar boven komen. Het kan zijn dat je te vroeg bent, dat je je tijd vooruit bent. En dat bij niemand het kwartje valt. En op een gegeven moment, het kan dan inderdaad gebeuren dat opeens dat kwartje nog valt. En dat je dan toch in de picture tevoorschijn bent. Komt. Goed, met deze vraag en antwoordronde hebben we natuurlijk de ratio weer en de reden weer aan het werk gezet. En voordat we de piemels gaan beantwoorden, wil ik toch even een klein stukje intuïtie weer even laten opborrelen. Een klein stukje muziek. En denk alvast even na, als u hierbij zit, wat het antwoord kan zijn. Een experiment. Een experiment met een looper. Bach die had dat nog niet. Die had wel de ostinate bas die de hele tijd maar doorging. Maar nu heb ik een apparaatje. En daarmee kan ik wat ik speel in een rondje laten terugkomen. Even kijken. En daar kan ik weer een laagje overheen bouwen. Enzovoort.